De consequentie van een wat grotere snelheidsovertreding is dus door de komst van het brommerrijbewijs veranderd. Met een bromfietscertificaat kon je bijna doen waar je zin in had. Dat ligt nu even anders. En het lijkt erop dat nog niet iedere brommerrijder zich daar goed genoeg van bewust is. Ja, goed gezien. Onze onopvallende motor gaat eens kijken naar een scooter die een allesbehalve origineel klinkende uitlaat gemonteerd moet hebben. Had je al een meting gedaan? Heb je al metingen, Stas? Voor een kleine wheelie heeft het ding in ieder geval genoeg vermogen. Zou dat dan ook betekenen dat er meer snelheid in zit dan de bedoeling is? Wij denken van wel. De maat van hem die rechts staat, hè? Ja. Dat is iemand die die kent. Nu. Nou, zeg nou zelf. Dat loopt toch goed. De politie is ook erg enthousiast. Zo enthousiast dat ze de bestuurder maar eens gaan aanspreken. Misschien gaan ze hem vragen wie zijn brommer heeft opgevoerd. Kan hij onze voertuigen ook eens onder handen nemen? Je mag hier ook helemaal niet rijden. Oh, hij moet er even aan. Onze motoragent gaat zich even voorstellen. Dat is wel zo beleefd. En gezamenlijk rijden we naar een veilige stopplaats om te komen tot een goed gesprek. Waar we voor jou aan de kant zetten is de snelheid. Ik kan aardig goed met verkeer meekomen, maar je gaat er zelfs overheen. Ja. Ik had je op 67 of 76. Ja. De auto had je op 81. Daar zal een procesbepaal worden opgemaakt. En we moeten even kijken wat er uitkomt. Ik denk dat je rijbewijs wordt ingevorderd. Dat is mijn bromfietscertificaat, maar we willen zeggen van autorijbewijs. Heb jij een bromfietscertificaat? Ja. Of rijbewijs? Nee. Ik ben met mijn autorijbewijs bezig. Heel cool. Ja. Bromfietscertificaat. Met die geluk. Je moet je bromfietscertificaat sowieso voor 1 oktober omruilen voor een rijbewijs. Ja, maar jullie bedoelen van zo'n kaartje, het oude rijbewijs, naar een pasje. Nee, je hebt een bromfietscertificaat, een heel blauwe kaart. Nee, gewoon een pasje, rijbewijs. Nee, maar wat heb je nou? Nou heb je? Een pasje, rijbewijs gewoon. Ja, alleen voor brommer. Ja. Ja, maar niet van auto. Wel een rijbewijs. Geen bromfietscertificaat. Nee. Oké. Dan is hij nog 30. Dan wordt hij wel ingevorderd. Oh, oké. Okay. En we houden in voor mijn autorijbewijs die je wil gaan halen. Op dit moment denk ik. Durf niet te zeggen. Ik kan wel roepen, maar dat durf ik ook niet. Ja, dat is een lastige. Mag je nou wel of niet rijlessen nemen of examen doen terwijl je rijbewijs is ingevorderd? Je mag gewoon rijles nemen, want je rijdt onder toezicht. Dus de instructeur is verantwoordelijk voor een heleboel zaken. Je mag rijden, je mag ook rijexamen doen. Op het moment dat jij slaagt voor je rijexamen, krijg je een bewijs van rijvaardigheid van het CBR. Met dat bewijsje moet je naar het gemeentehuis om een rijbewijs te gaan halen. Maar op het gemeentehuis hebben ze een koppeling met het register van de rijbewijzen. En dan zien ze dat het rijbewijs is ingevorderd en je krijgt geen rijbewijs. En dan heb je 6 maanden de tijd om alsnog een rijbewijs aan te vragen. Dus dan is maar te hopen dat in die tijd de officier van justitie beslist om die invordering op te heffen. Oké, want als dat niet zo is, dan wat moet er dan? Dan is de termijn van 6 maanden voorbij en dan zal je weer opnieuw rijexamen moeten doen om jouw rijbewijs te halen en opnieuw aan te vragen.